Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van ons. En vandaag hebben we weer een nieuwe map spotlight. Ik ben hier natuurlijk weer samen met Stan. En vandaag gaan we een kijkje nemen in Amsterdam. Ik wacht even. Ik moet even die kant op lopen. Want ik moet nog even geld pinnen. Ik weet toevallig dat er hier op de hoek normaal een Rabobank zit. Dat is goed, dan ga je hem af. Ah, kijk, serieus. Het is de schuld van de Rabobank. Bank gesloten. Ik zei het. Op die hoek zit een Rabobank. De schuld van de Rabobank. Mensen, vergeet niet alvast dat duimpje omhoog te smashen. En dan gaan we even kijken, want er zijn allemaal warps hier. Waar we naartoe kunnen. Natu? Dit ziet er wel echt vet uit. Hier heb je dat monument. Hier trouwens, dit is Madame Tussauds. Serieus, dus als je binnenkomt bij het Centraal Station... Nee, Centraal Station... Centraal Station is helemaal erachter. Dit is de Dam. De Dam. En dan heb je hier natuurlijk het monument. De Naald heet dat ding volgens mij. Ja, dat is echt fucking raar, want wij zijn hier geweest. Ik ben zelf één keer in Amsterdam geweest. Wij zijn hier geweest. En krijg je dan iets te zien in tekst of zo? Nee, niks. Maar wij zijn hier één keer geweest en we hebben niet eens gezien dat daar Madame Tussauds zit. Trouwens, dit is een NPC genaamd Henk. Ja, en ik weet dat hier op de hoek zit de Bijenkorf. Dat is hier dit grote gebouw. Ja. Ik weet niet of hier nog iets voor de dingen staat. Al die... die tram hier ziet er best grappig uit. Die tramhokjes. En dan heb je hier ergens in deze straat zit de KFC en de McDonald's. En als je hier deze straat uitloopt, dan kom je bij het Centraal Station. Oké. Okay. Zullen we wel even de warps gaan bekijken? Want volgens mij, ik had heel even snel gesneakt. We kunnen warp Centraal Station doen. Maar ik ga hier even... hier staat het op de bordjes, de warp. Oh, serieus? Dat is best netjes. Ja, dan staat het alles bij elkaar. Je hebt Herengracht, Nemo, ja, dat zijn... Artis, Helikopter. Ja, die helikopter die zat daarboven, dus dat denk ik niet dat we die pakken. Artis is ook vet. Westerkerk, Rijksmuseum, die waren ze volgens mij nog aan bouwen. Dan heb je Magna Plaza, Oude Kerk, Damrak, Centraal Station en Eregalerij. Ik stel voor dat we beginnen met het Centraal Station. Oké, dat is echt fucking random. Ah, oké. Ja, daar kom je natuurlijk Amsterdam binnen. Wauw, of de warp werkt super laat. Oh. Linker of rechtermuis om, want ik kom je kunt in. Gewoon slash fly aanzetten. Rechtermuis knop en dan moet je 5 seconden stilstaan. Oh. Word je getp'd? Ja, ik had chat uitgezet. Het is geen wonder dat ik het niet zie. Je kunt gewoon slash fly aanzetten. Oh, wauw. Fucking chill. Dan zet ik gewoon even mijn chat aan. Wow. Dit ziet er wel echt exact hetzelfde uit. Ja, dat is denk ik ook de bedoeling. Dit was Centraal Station, hè? Ja, kijk maar hier aan de voorkant. Ik weet niet of je met de trein... Oh, ja. Ja, dan moet ik het even en goed nadenken. Wij liepen meteen hier door. Want hier reden volgens mij allemaal bussen of trams. Waar ben jij? Maar... Ik weet toevallig dat als je hier oversteekt naar deze kant, het witte huisje hier, dat is het GBV-station. Daar kun je dagkaarten halen voor de tram. Ja, ik weet volgens mij... Ik weet niet of dit... Want ik neem aan dat... wij zijn volgens mij hier hebben wij overgestoken. Wij waren met een... ik dacht dat wij met zo'n boot... waren wij hierheen gegaan, dacht ik. Ja, hier zit... hier heb je inderdaad die gracht. En een stukje verder, daar staan al die boten voor die tours. Want hier waren wij volgens mij met de pont aangekomen, dacht ik. En ik moet heel even kijken. Oh, hier loop je... even kijken, dan moet ik even goed nadenken. Je hebt hier zeg maar zo'n oversteekpunt vanaf Centraal Station en dan kun je gewoon richting die winkelstraat, richting de Dam lopen. Yo, dan denk ik dat wij hier zo zijn gelopen toen die dag. Ik weet het niet precies. Nee, hier is het Centraal Station er, hè? Ja, dat weet ik, maar ik weet het niet. Ja, volgens mij zijn we hier doorgelopen met al die trams. Okay. We hebben hier overgestoken. Hier? Want ik weet nog dat ik hier een foto van had gemaakt. Stelletje toeristen. Hey. Ja, wij zaten de hele tijd te grappen van pitja pitja van die Chinezen. Want wij waren ook bij een... Wij gingen... Ja, volgens mij waren we hier inderdaad bij... hier waren wij volgens mij aangekomen met de pont. Oh, hier heb je trouwens ook gewoon een tram. Oh nee, dit is het Van Gogh Café. Nee, hier kun je oversteken en loop je richting de tram. Die is fucking vet. Die is vet, hè? Ja, die is echt nice. Ik neem aan dat dit nog niet echt afgebouwd is, of het is... Nee, het is nog niet helemaal afgebouwd. Dit.
Maar dit centraal station ziet er wel sick uit. Ja, dat ziet er echt heel nice uit. Even kijken, welke warp hadden we nog meer? Want ik neem aan dat dit ongeveer het gedeelte is van de station. Omdat het hier allemaal een beetje af... half is nog allemaal afgebouwd moet worden. We kunnen naar de Herengracht. Ja, dan de Herengracht slash warp. Slash Herengracht. Oh, ja. Even kijken. Good move. Gracht. Oh shit, dan moet ik wel natuurlijk warp doen. Oh, dit is wel echt vet. Is dat met die huisjes, die hele typische huisjes? Ja, die echte Amsterdamse huisjes. Oh, ik ben benieuwd. Dit ziet er echt vet uit. Dit is inderdaad echt heel sick. En die panden hier zijn zo ontzettend duur. Ja, klopt. Mijn tante heeft vroeger aan zo'n gracht gewoond. En de Herengracht is de bekendste gracht, maar wat je voor zo'n pand daar al betaalt, dat sloeg gewoon nergens op. Ja, hier ergens in Amsterdam woont volgens mij ook Krabbelkop, dacht ik. Oh, dat klopt, ja. En die had volgens mij ook een appartementje waar hij liet zien. Ik dacht dat hij zei dat hij huurde het of zo. En dat was normaal iets van 3 ton of zo. In ieder geval, ik kan het mis hebben. Maar dat was volgens mij zijn appartement is van 3 of 4 verdiepingen. En dan betaalde hij ja, al... Ja, klopt. Ik heb dat gezien bij je film, video van Dylan Hages. Daar ging hij slapen met Krabbelkop. Dat is echt een ziek huis waar hij woont. Ja, dat is wel echt een mooi appartement. Ja, klopt. Even kijken, waar ben jij nu ergens? Ik zit hier tussen die straatjes door. Ah, maar het probleem is, ze hebben hier gewoon het begin gemaakt. Dus ja, meer duidelijk. Niet, zeker. Zullen we naar een van de leukste museums gaan? Naar Nemo? Ja, ik ben daar 2 keer geweest bij Nemo. Ik ben daar nooit binnen geweest. Maar het lijkt me, ik keek daar vroeger al het filmpjes van. Daar kreeg je de museumbende, ik weet niet of je dat nog kent. Het enige wat ik er nog van weet is dat er iets was met een hele grote ballen. Oei, joh! Shit, hij is nog aan het laden. Ja, het is een heel grote. Ja. Ze hebben zelfs dat schip ernaast gebouwd. Dat is een oud Nederlands VOC-schip. Ik weet niet eens dat dat er stond. Echt niet? Nee, maar ik weet wel dat er boven zit een terras. Ik hoop echt dat je naar binnen kan, maar ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Maar ik zal wat ik weet, wat je kon doen hier. Zelf... Oh ja, nee. Was dat je op een computertje een poppetje deed maken en dan had je een helemaal zo'n ruimte en dan vlogen allemaal van die poppetjes. En dan het enige wat je deed was het, volgens mij de kleur van de kleding kiezen en het heel het kopje aanpassen. En dan lieten ze dat zweven er doorheen en ik weet ook nog dat er een soort ballenbaan was. Daar, waar je volgens mij je ballen kon sturen of zo, of poortjes dicht en open, ik weet niet meer precies. En dat is eigenlijk een van de weinige dingen dat ik nog weet wat daar zat. Vroeger wilde ik er altijd zo graag naartoe. Ja, ik hier heb je dat terras trouwens ook. Heen gebracht toen, en dat is echt al heel lang geleden. En hij zei zo, ja, we gaan naar Nemo in Amsterdam. Huh, wat is Nemo nou weer? Ja, allemaal dingen kan je daar ontdekken of zoiets. Is dat maar dat schip, dat vind ik ook echt vet dat ze dat hebben nagebouwd, man. Ja. Dat is die ligt daar in die haven, dat is een oud Nederlands VOC-schip. Ja. Wat nog daar herinner ik me dus echt totaal niet dat dat schip er zat. Hier hebben ze binnen wel alles gewoon gemaakt, gedetailleerd. Oh, dat is wel super nice. Ziet er wel echt vet uit. Nice. Even kijken, dan gaan we nog 1 warpje doen voor deze aflevering. En dan kijken. Oh, want hier, dit is allemaal leeg. We kunnen naar, even kijken. Wat vind jij een leuke afsluiting? Ik stel voor dat we stoppen bij de oude kerk. Dan doen we dat. De kerk. Oude kerk aan elkaar? Ja. Ja, oké, dat is mooi. Dat is heel mooi. Goffel, maar niet helemaal gek. De oude kerk. Wat, leg even uit wat de oude kerk is, want ik herinner me dit niet helemaal eigenlijk. Weet je wat een kerk is? Ja. Weet je hoe oud is? Ja, wauw. Oude kerk. Trouwens, ik weet het wel. Ik ben hier inderdaad ook in geweest. Die zit best achteraf volgens mij. Ja, klopt. Maar deze kerk ziet er wel echt gewoon sick uit. Hij is ook echt fucking sick nagebouwd. Alleen jammer dat je er niet in kan. Maar ja, er zit volgens mij in... Ja, aan de binnenkant zit ook helemaal niks. Nee, wie weet zijn ze er mee bezig. Maar... Ik hoop het, want er waren eigenlijk allemaal straatjes daar rechts en zo. Oh, je ziet ook dat ze het met wild dat het erin hebben gekopieerd. Kijk dan, ze hebben gewoon dat glas van het kopiëren zijn ze hier vergeten weg te halen. Echt? Wat een helden. Misschien dat hij hierboven ook nog eens zweeft. Nee, dat niet. Die hadden ze beneden. Maakt verder niet uit. Het is wel echt heel gaaf gebouwd. Heel leuk gedaan. Oh ja, kijk. Of hoort het zo? Ik denk dat het dan zo hoort, maar... I don't know. Maar het ziet er in ieder geval sick uit. Ja, het is heel vet. Heel leuk gedaan. Ik weet nog dat we dan helemaal vanuit
daar zaten allemaal van die huisjes aan de linkse kant van het ding. En dan moesten we helemaal hierheen lopen. Want Amsterdam is echt groot. Ja, klopt. Dat is echt zeker. Normaal. Dus ja, dat waren we toen hierheen gekomen. En het was ook volgens mij heel druk. Ja, het komt door dat dak. Dat is heel kenmerkend, vind ik dan. Mm-hmm. De kleuren en het dak. Maar ja, mensen, dat was het eerste afleveringetje van Amsterdam. Vonden jullie hem leuk? Vergeet geen duimpje omhoog achter te laten. Abonneer, reageer, kan hier beneden. En dan zien we jullie gewoon de volgende keer weer, hè. Doei. Later, mensen.